De laatste tijd kom ik nogal wat vrienden tegen die mij vragen stellen over Excel. Meer bepaald met betrekking tot formules die zij gebruiken bij het maken van een huishoudbudget. Ik vraag hen dan wat ze eigenlijk willen bereiken. Willen ze weten hoeveel ze per maand uitgeven? Of willen ze op het eind van het jaar een stand van zaken hebben hoeveel ze betaald hebben aan elektriciteit of aan verzekeringen? Of aan huishuur en zo verder. Ik vertel hen dan dat er kant-en-klare programma's bestaan die ze gewoon kunnen downloaden en gebruiken. Maar het is natuurlijk leuker om het zelf te maken, zeker als je handig bent in Excel. Als je Excel opent en je gaat kijken bij templates, dan zie je zeker voorbeelden staan, genre huishoudbudget. Ook in Google Sheets vind je praktische voorbeelden die je onmiddellijk kunt gebruiken. Het nadeel aan deze templates is dat de getallen geformateerd zijn op Amerikaanse manier. Het is te zeggen, decimalen worden gescheiden door een punt en duizendtallen worden gescheiden door een komma. In Europa doen we het net omgekeerd. Tevens worden bedragen getoond met het dollarteken of met de Engelse pond. Om dat allemaal om te zetten naar Europees formaat, ben je even bezig. Daarom ga ik jullie in de komende video's tonen hoe je zelf een huishoudbudget kunt maken. Of in Excel, of in Google Sheets, of in eender welk ander spreadsheetprogramma. Om het huishoudbudget te bouwen ga ik werken in drie fasen. Eerst ga ik de lijst met vaste kosten maken. Daarna zal ik een basisdraaitabel ontwerpen. En daarna zal ik de draaitabel verfijnen en grafieken toevoegen. De gegevens invullen gebeurt in twee fasen. De gegevens toevoegen in de lijst van de uitgaven. En daarna de draaitabel bijwerken. Ik ga dit voorbeeld maken in de Excel-versie van Office 365. Het maken van draaitabellen gaat heel vlot en eenvoudig in deze versie. In andere spreadsheetpakketten lukt het ook, maar toch nog altijd net iets anders en niet zo vlot. In Excel 2016 is het ook mogelijk om een datum in een draaitabel op te splitsen in jaar, maand en dag. In concurrerende spreadsheets is dat niet mogelijk. Daarom ga ik aan deze tabel de functies maand en jaar toevoegen. Maar laten we beginnen met onze basistabel te maken. Ergens bovenaan in een spreadsheet gaan we een tabel maken en we beginnen met het veld betaaldatum. Daarnaast zetten we het veld groep 1 en groep 2. Deze groepen gaan we later gebruiken om in een draaitabel alles mooi samen te vatten. U zal het straks wel zien. Daarna zetten we leverancier, dan de omschrijving van de kost, uiteraard het bedrag. En omdat we hier in de Office 365 werken, moet ik er ook nog het maand, de maand en het jaar bij zetten. Nu gaan we deze gegevens omvormen tot een tabel. Deze tabel heeft headings, hoofdingen, dat zijn die velden die we net gemaakt hebben, betaaldatum, groep enzovoort. Nu kunnen we beginnen met de gegevens in te voegen. We beginnen met het invoeren van de betaaldatum. Schrijf deze datum voluit. Dus schrijf niet 1 januari 20 of 21. Nee, schrijf 1-1-20. Het gaat hier over een huur van ons huis. En onze leverancier is meneer Van Huis. Een omschrijving is niet echt nodig. Een bedrag van €450. En dan ga ik hier nog de functies mond of maand en year of jaar aan toevoegen, dan zullen deze automatisch ingevuld worden aan de hand van de betaaldatum. We gaan nu gewoon naar het tweede lijntje en ik ga daar terug een datum invoeren en deze keer gaat het ook over een huur van de garage. Onze leverancier is meneer Van Garage. Een omschrijving is niet nodig, dat is duidelijk. Een bedrag van €50 en u ziet dat maand en jaar automatisch ingevuld wordt. Op 1-1 van het jaar 20 hebben we een factuur binnengekregen voor elektriciteit voor het huis van onze leverancier Engie. En we vullen een bedrag in van €75. Maand en jaar worden automatisch ingevoerd. Op 5 januari 20 hebben we een verzekering te betalen. Een verzekering met betrekking op de auto. En de leverancier daarvan is Natheus blijkbaar.
En dat is een bedrag van 750 euro. Hier misstep ik mij blijkbaar. Ondertussen zijn we een jaar verder en ik heb alle uitgaven netjes genoteerd. Hier bijvoorbeeld 1.621 hebben we terug de huur van ons huis nog altijd bij meneer van huis. En het bedrag is 450 euro. Hetzelfde voor de elektriciteit voor het huis, nog altijd bij Engie. Dat is nu wel 100 euro geworden ondertussen. En de verzekering voor het huis zijn we veranderd van leverancier. Dat is nu Baloise. En met een bedrag van 50 euro. Ik ga de lijst ook aanvullen met toekomstige uitgaven. Zo weet ik zeker dat ik in september nog altijd een huishuur zal moeten betalen. Waarschijnlijk van 450 euro. Ik zal in september ook elektriciteit moeten betalen. Waarschijnlijk nog altijd bij Engie voor een bedrag van 100 euro. En dat vul ik ook in op de datums van oktober, november. En ook reeds voor december ga ik de huishuur bijvoorbeeld invullen.